Yes! Ja, heel vet. Ja, het was echt wel echt een hele gave race. En we wisten dat het super spannend zou worden. En we dachten gewoon aanvallen meteen. Tweede 500 meter is van ons. En daarna gewoon door. Nou, dat lukte. Het voelde gewoon heel beheerst, maar wel heel erg aanvallend. Dus dan heb je ook nog wel de macht te schakelen als het moet. Dus dat was wel echt gaaf. Ja. Heel zwaar, maar wel echt gaaf om te mogen racen. En ja, super vet uiteindelijk. En ik denk uitgehaald wat erin zat. En maak ook goede stappen, dus dat is denk ik heel goed en leuk. Ja, dus stijgende lijnen ga je verder. Precies, vasthouden. Nog sterker worden. En gewoon meer racervaring met elkaar opdoen. Ik denk dan gaan we het Ik had graag gewild dat de haal stond, zoals misschien voorgaande jaren, maar dat was gewoon niet zo. Het was ook al uit de voorbespreking, nabespreking gekomen, dat het net niet helemaal lekker stond. En, ja, we hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Het was goed naar omstandigheden, maar we moeten er gewoon voor zorgen dat de omstandigheden beter zijn. Ja, het startte niet zo lekker weg. En het tweede deel schuiven we dan ook al langs die Duitsers en alles. Maar al en al gaan harder moeten starten en erbij liggen. En dat lagen we niet, dus we moesten te veel goed maken. Het einde was wel een flink geweld daar. Ja, zeker. Ik heb eigenlijk niet gekeken. Ik ben eigenlijk alleen maar gegaan. Ja. Had je door dat je wel een medaille hebt? Nee, dan moest ik echt even vragen van ja, wat was er nou precies gebeurd? Ja. Ik dacht dat shit, we liggen vierde, maar... Uiteindelijk toch langs die Duitsers geschoven, kennelijk. Ja. Maakt dat dan toch nog wel een heleboel goed, dat je wel hier een medaille kan halen? Ja, dat is schalentroost, wil ik niet zeggen. Het is natuurlijk, we hebben een medaille, het is hartstikke goed. Maar al in al kan er nog heel veel verbetering. Er is nog heel veel ruimte voor verbetering.